Frans Bauer deelt een persoonlijke anekdote uit zijn jeugd. Als 9-jarig jongetje las hij brieven van de Belastingdienst voor, zelfs als hij er niets van begreep. Ook fungeerde hij als ondertitelaar voor series als Dynasty en Falcon Crest. Zijn ouders schaamden zich diep voor deze situatie. De onmogelijkheid van zijn ouders om te lezen en schrijven had een grote invloed op het gezinsleven. Ze konden nooit de grens over, want als je de verkeersborden niet kunt lezen, kom je niet ver in Parijs. Zelfs dagjes uit waren een uitdaging. Frans las voortdurend borden en menukaarten voor zijn ouders, wat een tweede natuur werd. Dit gewoontegetrouwe gedrag blijft hem tegenwoordig parten spelen, aangezien zijn eigen kinderen hem betrappen als hij de menukaart in een restaurant meteen begint voor te lezen. Het is een ingesleten gewoonte. Het opgroeien met laaggeletterde ouders heeft Frans Bauer geïnspireerd om ambassadeur te worden voor de stichting Lezen en Schrijven. Toen hem werd gevraagd om een nieuw televisieprogramma over laaggeletterdheid te presenteren, hoefde hij niet lang na te denken. Hij wil laaggeletterden laten zien dat ze niet alleen zijn en dat het nooit te laat is om te leren.